De TU vindt het belangrijk om internationale samenwerking tot stand te brengen. We willen graag onze studentenpopulatie internationaliseren en onderwijzen en de samenwerking goed vormgeven. Een Virtual Campus Hub is daar een onmisbaar instrument bij. Nou, een Virtual Campus Hub is een virtuele digitale leraar-werkomgeving waarbij je op een eenvoudige manier toegang tot de relevante applicaties en informatie van alle betrokken partners in een onderwijssamenwerking krijgt. Er zijn 4 partners in totaal, daar behoren wij uiteraard toe. Polito uit Italië, Turijn, KTH uit Zweden en DTU uit Denemarken. We hebben het concept bedacht dat je op een eenvoudige manier overzichtelijk alle applicaties van die verschillende partners in een onderwijssamenwerking moet kunnen vinden. En dat je daar met je eigen account van je eigen instelling zo op in moet kunnen loggen. We willen met 1 account dat je dan bij je partneruniversiteiten binnenkomt, bij alle digitale leer- en werkomgevingen. Dat er 1 overzichtsportaal is waar alle applicaties overzichtelijk geordend zijn en waar je weet waar je wat kunt vinden. En dat er ook 1 samenwerkingsportaal is wat het totaal van online samenwerken, vergaderen, al dat soort zaken ondersteunt. Nou, SurfConnect maakt zo'n virtuele DOWO technisch mogelijk. Doordat SurfConnect het mogelijk maakt dat je met je eigen account in kunt loggen op een applicatie van een partnerinstelling in het buitenland. En omdat SurfConnect het mogelijk maakt om internationale groepen van studenten en docenten te vormen. Die dan toegang krijgen tot zo'n applicatie. Bijvoorbeeld eentje om samen te werken aan documenten. Nou, het belangrijkste resultaat is denk ik dat de mensen die betrokken zijn bij nationale en internationale samenwerking binnen de instellingen, dat die kennis opdoen van deze nieuwe technische ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan kunnen zien in concrete samenwerkingsprogramma's waarmee ze aan de slag zijn. We moeten leren hoe het vorm moet krijgen en hoe het er precies uit moet zien. Als de pilot succesvol is, willen we het gaan uitrollen en vertalen naar een duurzame structurele onderwijsomgeving die we kunnen inzetten bij onze structurele relaties met onderwijs- en onderzoeksinstituten en met het bedrijfsleven.